Welkom bij deze nieuwe Dynamite Magic Shop product update. 139. Dat dus. Oftewel, ja. September 2022. Begin van de maand zitten we normaal altijd op het eind van de maand. Maar de vakantie gooit alles door elkaar. Alles andersom, ja. En aangezien we geen officiële planning meer hebben met updates. Doen we het nu. Weet jij niet wanneer iets komt en weten wij ook niet wanneer iets gaat doen. Hoe was je vakantie? Goed. Español. Ja, Espanol. Paella. Lekker. No paella. Maar ja. Uitgerust. Energievol weer. Ja hoor. Kijk, goeie, hè? Jij ook? Zeker. Ja, lang geleden voor mij al. Ja, dat klopt zo. Maar ik ben ook weer 3 weken, hè? Dus dat hard, hè? Al 5 weken of zo. 4, 5. Italië, heerlijk. Ja, Pisa. Wij hebben de zon opgezocht. Ja. Aan iedereen in Nederland gebleven is ook. Die heeft de zon gehad. Ja, precies. Daar hoef ik niet meer naar het buitenland. Nee, dat is waar, dat is waar. Nou, de updates maar, hè. De trucs die we vandaag hebben. En ik wil even beginnen met een optische illusie, als je dat goed vindt. Oh. Een optical illusion, zo heet hij ook. De giftbox. Je bent eigenlijk Pamela Anderson, maar je zit hier alsof het lijkt dat... Oh nee, toch niet. Oké. Nee. Oké, dat zou kunnen. Dit is leuk, kun je thuis ophangen of op je toneelact ergens neerhangen. Pakjes. Het zijn pakjes. En het leuke is dat er ook dekseltjes op de pakjes zitten, anders zie je natuurlijk wat erin zit. Maar als ik dan de mensen vraag, welk pakje is nou groter? Is dat nou de blauwe of de roze? Zullen mensen meestal zeggen, ja, de blauwe. Want de blauwe die is dikker, veel dikker. Ja. Dus als ik een cadeautje mag uitkiezen, zou ik voor die blauwe gaan. Ik ook. Het grappige is, de deksels kunnen ook af van de pakketjes. Ja, dan zie je opeens dat er niks in zit. Dat is wel weer jammer natuurlijk. Maar als ik jullie nou vraag, passen de dekseltjes ook op het andere doosje? Bijvoorbeeld, past dit kleine dekseltje van het roze doosje ook op het blauwe doosje? Dat is die te klein. Precies, zou je zeggen. Dat lijkt me logisch. Maar het leuke is, let op, als we het dadelijk echt gewoon opleggen, zul je zien dat het gewoon precies past. Oké, dan ga je niet zeggen dat... En we hebben er nog één, let op. We doen het dekseltje erop, poppetje gezien, kastje dicht. En het past weer... Hé? Recht doen, precies. Maar kan ik dit ook wel proberen? Zeker. Weet je wat, doe ze maar wel andersom draaien. Dat is goed. Maar alles is magnetisch, hè? Dus kan alles is magnetisch, zo, ja. Heel handig. Draai ik niks stiekem om dus. Dus ik ga gewoon... Dus deze brede deksel... Je zou natuurlijk dit kunnen doen, dat je in je act weet ik veel. Dat je uitrekt, ja. In dit geval had ik het smaller moeten maken. Wat? Pas precies gewoon. Het is gek, hè? Nou, dat is inderdaad wel... Bijzonder om te zien. Het pakjesmysterie of Giftbox Optical Illusion. Zo heet die. Pakjesmysterie krijg je met Sinterklaas. Als je hem bestelt. Maar dit is wel tof, want dit kun je in je show pakken. Als je bijvoorbeeld tegen je kinderen hebt zeggen. Ik kan jou namelijk ook leren goochelen. En je laat een kind bijvoorbeeld de dekseltjes omruilen. Ja. Je hoeft, moeilijkheidsgraad is nul. Letterlijk nul. Je moet ze kunnen verslepen. Ja, en je kan het. Stel, er zit een dingetje aan, een touwtje aan. Ja, als je maar een muur hangt thuis, zeggen mensen. Leuk. Wat is dat? Ja. Altijd een conversatie dingetje om te beginnen. Heel leuk. Het wordt geleverd met een DVD. Waarbij er wordt uitgelegd wat het idee erachter is. 4 uur instructies. Alleen... Nee. Nee. Maar die DVD is denk ik moeilijk te verstaan. Japans. Ja. Maar je zal dat niet nodig hebben. Dat nee, om het te doen heb je het niet nodig. Nee. Wat kost dit leuke dingetje? €39,95. En ik vind hem leuk toepasbaar. Exclusief bij ons ook trouwens. Dat is een leuk dingetje. Giftbox Optical Illusion. De kop is eraf. Zo is het. Nou, dan ga ik ook eentje proberen. Nee, proberen. Ja, het is een oudje, maar we hebben hem weer terug nieuw binnen. Ik ga het even bijpakken. Ik heb namelijk 3. Ja, het zijn cd's. Geen echte, maar ook groter trouwens. Zeg maar voor Spotify was dat. Ja. Een rood lens. Een geel lens. En een blauw led. Et voilà. En we hebben een zogenaamde platenhoes, zeg maar. Dus een, waar je die plaatjes in zou kunnen stoppen. Stel nou voor dat je een zwart plaatje neemt. Je stopt het zwart plaatje in de hoes, op deze manier. Zo. Je neemt dan een lint. Stel voor het rode lint. Dat rode lint gaat door de gaten, door het gat. Er zijn 2 gaten, één aan deze kant. Ik geloof je niet. Want als je nu de plaat eruit haalt, dan heb je nu namelijk geen zwarte plaat meer, maar een rode plaat.
Mooi. Ik leg de plaat even hier neer. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Ja. Stel nou voor, je neemt een tweede zwarte plaat. Plaats die in de houder. Helemaal erdoorheen. Ja. Je neemt het gele lens. Ik probeer het zo eerlijk mogelijk te doen. Ik spreek niet te geloven, mensen. Maar als ik het nu eruit haal, zul je zien dat de tweede zwarte plaat nu veranderd is. Kijk, het lintje is nog een gloedje nieuw. Het blijft een beetje hangen. Ja. Goed zien. Ik ga het zo doen. Ik kan het zien. Is mooi. Veranderd in een gele plaat. Hoe? We hebben nog één plaat te gaan. Ook deze plaat gaat in de houder. Duidelijk zien. Het blauwe lens. Dit is echt nieuw. We hebben hem net uit de verpakking gehaald. Want ik zal zo meteen meer erover vertellen. Ongelooflijk. Niet te geloven. Als je deze uithaalt, is die ook veranderd in een blauwe plaat. Hoe dan? Ja. Ja. Hoe dan? Dat is de vraag. Ja. Ik denk dat er iets geheims in de binnenkant ja, zit. Ja, nee, kan niet. Uiteraard, ik heb een hele speciale houder. Want behalve de gekleurde plaatjes zitten hier nu in drie. Zwarte, kan niet anders. Je moet gewoon wat aan de binnenkant zitten, want dan zit je nu... Dat. Nou, wat is dit? Goed hoor. Dit is eigenlijk is dit Pavel's Silk Serenade van Tenjo vroeger. Ze is het uitgebracht zelfs ook nog. Maar dan met een cd-uitvoering. Verkochten we tot, ja, het is denk ik een jaar geleden uit het sortiment gegaan omdat het niet meer leverbaar was. Verkochten we dat voor €34,95. We hebben nu, niet een stapel. Zo'n stapel ja. Nieuwe. Ja. En we denken, oh nee, niet zo'n stapel. Nee, echt een hele stapel nieuwe. €14,95. Nou, ik zit aan de toepasbaarheid te denken. Ah, de prijs is natuurlijk zeer toepasbaar. De prijs is gewoon minder dan de helft. En deze tijd, waar alles duurder wordt. Ja. Maar je kan inderdaad, cd's zullen inderdaad, is niet meer zo herkenbaar. Maar platen wel. En je krijgt zo'n platenhoes bij. En ja, de platenhoes, dan worden we helemaal hip. Hè. Ik bedoel, ik ken heel veel vrienden van mij die dan LP's opeens gaan sparen en doen. En, ja. Dus het is wel toepasbaar weer, denk ik. Ja. Vroeger waren het inderdaad platen. Zo, en nu daar hebben ze natuurlijk cd's voor gemaakt. Inderdaad. Het komt weer terug, hè? Noem het singeltjes, dat is een klopte maat zelfs ongeveer. Absoluut, ja, toffe truc. Singeltjes zijn LP's met maar één nummer per kant. Voor de mensen die denken, waar heeft hij het over? En dat was commercieel interessant voor de artiest. Waarschijnlijk ook nog. Ja. 14,95. Color Changing CD's, 14,95. Ja. Nou, om toch een beetje in de... Ja, dit zou ik gebruiken voor een kindershow. Ja, het is kleurrijk. Nu we het toch over kindershows hebben... Ja, dat is een kleurrijk ding inderdaad. Dat zou inderdaad kindershow perfect. Ik heb nog een kleurrijk dingetje meegenomen. Mm-hmm. En dit verhoogt wel de spanning in de zaal, want je komt namelijk het podium op. Oeh, die zit erbij. Slang. Ja. Ongelooflijk, deze slang. Ja. Hierbij kun je natuurlijk je eigen verhaal verzinnen. Hij is groen van kleur, maar jij als goochelaar bent natuurlijk in staat de slang te betoveren. Net als dat ze dat in het India deden met zo'n fluit. Nou, uit. Niet. Nee. Oh. Je kan namelijk iets moois, let op. Je stopt hem achter je rug en je doet bijvoorbeeld in je vingers dit. Doe je. Heb ik ook wel eens zien doen. En als je hem achter vandaan had, kijk, dan zul je zien, dan is hij opeens blauw geworden. Dat is ongelooflijk. Dat geloof je bijna niet. Dat is bijna eng zelfs. Dan kun je zeggen, hoe kan dat nou? Hè? Ja, ik snap dit ook niet helemaal. Ik zal het nog één keer voordoen, let op. Ja, je doet hem achter je rug, je knipt in je vingers en je haalt hem dan aan de andere kant weer tevoorschijn. Ja. En dan zul je zien dat hij groen is geworden. Ja, maar persoonlijk... Ik denk in deze tijd gaan kinderen toch wel zeggen wat ze denken. En je zou dit in je kindershow doen, dan denk ik dat kinderen zouden roepen op dit moment. Ja, ze steken eerst mijn vinger op. Nee, die roepen. Je draait hem om! Je draait hem om! En mijn leuke grap is dan altijd. Kan dat? Dat kun, ja. Dat kun. Kan hem omdraaien. Ja. En ik denk dat je dan nog meer reactie krijgt en zegt, nee, niet zo. Niet zo. Andersom. Prima, dan draai ik altijd de slang andersom. Dat doe ik altijd op deze manier. Hatsé. Let op, slang erin. Kijk eens, hij blijft gewoon groen. Niks aan het handje. Top truc. En dan zeggen de kinderen natuurlijk... Nee, we willen de achterkant van de slang. Achterkant van de slang zien. Achterkant van de slang. Ja, dat is goed, zeg ik dan. En die is dan rood. Dat is gek, hè? Dat is gek. Dus we hebben een rood-groene slang. In plaats van, ik weet niet jullie net zagen, maar goed. Leuke kindertruc. Ja, zeker leuke kindertruc. Ik denk leuk toepasbaar... omdat hier krijg je automatische reacties. Ja. En wat ik mooi vind, ik bedoel, ik heb een vaste koffer waar mijn repertoire in zit. Dit past zeker ergens nog. Ertussen, ja. Ja, dus plat en klein. Kun je zo mee. Het is wel kleurrijk genoeg om te doen. Ja. Doet mij denken aan... ik zit ook na te denken, Magic Rabbit van Supreme Magic vroeger, met het konijn in The Hood of Rabbit, wat zeg ik? Nee, die is de van... Clown. Nee, dat was een konijn, het laatste is clown. Dat is van Supreme Magic vroeger, van Edwin Hoover. We hebben ook die andere gehad met Weg en Niks.
Ja, dat is het. Dat je die konijn laat zien en dan geloof je niet dat hij weg is. En dan heb je hetzelfde principe met aan de achterkant. Nee hoor, er staat niks op. Ja, oké, dat snap ik. Ja, dan, jij bedoelt principe, maar ik bedoel echt, dit is gewoon een... Vroeger was er een konijn, wit, bruin, en op het eind was een clown. Okay. Hier is eigenlijk, dit is eigenlijk dit, dezelfde principe. Werking, laat ik zo zeggen, de werking is hetzelfde. Ja, tof, leuk dingetje, maar deze prijs is 47,95. Ja. Het is allemaal geplastificeerd, het is wel stevig. Het is geen hout, zoals vroeger was Supreme, maar dit is gewoon een leuk dingetje. Prima. Ja, dat kan zo in show. Zeker, neemt geen ruimte in. Heb je niet veel tijd van nodig om dat te doen. Leuk ding. Ook visueel trouwens dat ding. Zeker. Maar wat is ook visueel? Deze zwarte bal. Als je deze zwarte bal daar hier op tafel legt. En je doet dit. Grapje. Nee, ik pak een andere zwarte bal. Als je deze zwarte bal hebt. Soms gewoon een beetje flauw, hè. En je pakt een grote gele bal erbij. Je pakt die twee samen. Zo, op deze manier. Je wuift daarmee, dan kun je zelfs van een gele en een zwarte bal, je ziet dus gewoon visueel veranderen waarschijnlijk, een grote kubus maken. Ja, ik vind deze echt heel visueel hoor. Het zijn dus twee ballen die veranderen in een kubus. In dit geval is een gele bal en een zwarte bal in een geel en zwarte kubus. We hebben exact dezelfde truc ook met een witte en een rode bal en dan krijg je een... Met rode kubus. Ja, heel visueel. Je kan het zo doen, zoals ik net deed, zoals ik een beetje passie zette, dat ik binnen beeld moest blijven. Je kan het ook één bal op je hand en de andere bal doe je erbij. En dan wordt het een blazen, wat dan ook, en dan wordt het ook een kubus. Als je dat wil zien, check de video's op de site bij de producten. Ik heb gehoord, jij hebt deze truc gedaan op TikTok, heb je verspreid. Ja. En jij was hier in Venlo op een groot feest. Ja. En een onbekende kwam naar je toe, juichend. Ja, die zei, ik volg jou op TikTok. What the fuck? Oh, sorry. Wat zeg ik? Je volgt op TikTok? Ja. Ja. En je deed laatst een video met ballen en het werd zo'n blok. Ik zeg jou. Vet man. Ik dacht, oké. Ja, tof. Maar het is ook heel visueel. Heel goed voor social media is het perfect. Maar ook in stage show hoor trouwens. Ja. Maar tof. Moeilijkheidsgraad, niet moeilijk. Maar omdat het een flink blok is, kost het wat kracht. Ja. In je vingers om hem te laten veranderen. Ja. Dat is zo. Dat ik had, kijk, als je hebt dit ook in het klein met een SpongeBob Square, eigenlijk hetzelfde principe. Dan doe je hop. En deze kost iets meer moeite. En voor een kinderhand, als je 9 jaar bent, is dit lastig te doen. In je hand. Er zijn wel mensen die bijvoorbeeld een kopje leeg laten zien. Oh ja, en hem daar dan zetten ze de bal links boven het kopje en drukken ze hem in het kopje. Een koffiekopje. En dan is het wel een beetje raar, dan moet je eruit trekken en dan is het de kubus. Maar dan werkt dat beter. Ja. Niet onze stijl, maar dan is het wel makkelijk om te doen. Ja, en ook qua prijs heel interessant. Ja, €14,95 per stuck. Zie? Color staging. SpongeBalls to Dice. Ja. Dan heb je wit en rood en een zwart en geel. Wel een tip, als u dit product aanschaft, hou het balletje en de kubus, of die nou het witte of het zwarte balletje en de gele en het rode balletje het wit, uit elkaar. Ja, bewaar ze uit elkaar. Want dus ze eindigen. Blijf je materiaal beter. In elkaar, ja. Magische wijze. Maar topproduct. Ik zie heel veel toepasbare mogelijkheden. Jij of ik? Mij maakt niks uit. Komt-ie. Ik heb weer wat. Dit is eigenlijk weer een oud trucje. We gaan gewoon netjes de lijst af die jij niet ziet en die wij voor ons hebben. Dat is ook prima. Dat is ook een nieuw. Het is heel goed. Het is heel goed. Oké. Okay. Gestructureerd zijn wij vandaag. Een oud, ook voor het eerst dan. Ja. Een oud trucje. En het heeft te maken met een ring. Die heb ik hier. En een stalen... Ja. Buis. Die mag je vasthouden als je wil. Ja. Wil je proberen die buis, de valluikjes, de geheime deuren, de... Niks, hè? Niks. Nee. Ik zal jullie ook even meenemen in het bakje. Die is ook helemaal empty. Ja. Dat is Engels voor jou. Voor jou kan ik gewoon dit doen. Ja. Ik zie niks speciaals. Is dat goed? We doen net dingetje erin. Hop. Ja. Ver. Eerlijk, hè? En nou heb ik hier die... stalen buis en die doe ik er helemaal doorheen. Er zijn namelijk openingen. Ja. Kijk eens, van voor naar achter. Ver. Goed te zien. En we hebben een ring. Ik geef die ring aan jou. Zou jij nou eens voor mij die ring in de bak willen laten vallen? Hop. Gehoord, goed gehoord. Ja, je zit recht in. Ja. We hebben ook lang, ik heb niks gedaan. Het mooie is, als we nu het... dingetje omhoog doen, zul je zien dat hij helemaal aan het stalen buisje is gekomen, die ging.
En vanaf nu kun je alles weer uit handen geven en laten controleren, want de ring en de bui zijn echt niet van elkaar te scheiden. Huh? Okay. Dit heet de Ultra Ring on Rod. Leuke truc. Oké. Okay. Leuke truc. Ja, en zelfwerkend. Zelfwerkend. Is ook heel mooi, hè? Dus er zijn heel veel varianten ervan. Dit is voor mij een van de grotere die ik de afgelopen tijd heb gezien. We hebben nog een kleinere versie ergens staan. Dat is, daar zijn ze niet veel kleiner. Nee, dat is nou wel iets. Ja, maar ook een andere soort stijl. Dit is denk ik meer wel toepasbaar in een... Want deze is ook weer kleurrijk, vind ik. Ja, ja, dat is zo. En we hebben die van Anthony Yap, Retro Rocketeers. Dat is de Mystery of the Rune Ring, heet dat. Ja. Yeah. Maar dan betaal je 179 euro. Is ook anders gemaakt. Ander... Hetzelfde idee, ander systeem. Ander systeem, ja. Dit is eigenlijk een simpeler systeem. Bij Anthony Yap eindig je volledig clean. Hier eindig je niet volledig clean. Maar dat hoeft niet, want je hoeft niet al je spullen te laten onderzoeken. Nee, dat kan ook niet. En interessante prijs ook weer. Ja. Vind ik 49 euro voor dit wonder. Ja, het is 130 leuk. Euro minder dan een andere uitvoering. Ja, ik bedoel, zeker. En vind ik nog een dingetje. Houdt stevig ook. Goed, ja. Stevig materiaal. Leuk om mee te werken. Ja. Nou, dat. Ultra Ring. Ring on Rod. Precies. Ja, dan maken we een klein uitstapje naar het... Naar het Verre Oosten wilde ik zeggen, maar het Verre Oosten. Midden-Oosten, daar was niet Verre Oosten. Naar Egypte. Daar is er namelijk een magische sarcofaag. En in die sarcofaag... Daar, in de sarcofaag liggen normaal gesproken altijd mummies. En ze weten niet altijd in welke... wie in welke sarcofaag ligt, als dat niet goed gemerkt is, zeg maar. Nou, wij hebben hier geen echte mummies. Nee, die zijn te groot. En te duur en te lastig te draaien, die vallen uit elkaar. We hebben plastic. Ja, ingewikkelde trucken, precies. We hebben hier plastic, oftewel, kan ik beter, kunststof mummies. Mooi. In drie kleuren. Ja. Ja, en het is eigenlijk heel simpel. Elma, jij mag één van die mummies in de sarcofaag plaatsen. Ja. Dus wit of zwart of grijs. Je maakt het deksel, zet je erop, duidelijker op. Je mag gerust nog kijken dat er niks te zien is, dat ik ook niks kan zien ergens. Je mag trouwens alles onderzoeken ook. De andere twee berg je ook even op, zodat ik niet kan weten welke jij erin opgebroken hebt. Oké. Dan mag je zeggen als je klaar bent. Dat is goed. Ik heb geen spiegels. Ik kijk niet, hè? Nee. Ik heb hier ook geen monitor of zo. Het is niet nodig, want die krijg je ook niet bij je, natuurlijk ook trouwens. Je zal het echt moeten doen met de spullen die je krijgt. Oké. Dus je hebt er één opgeborgen in de zakvaag en die andere twee zijn poetsie. Zit in mijn zak. Dus ik kan niet zien welke erin zit. Nee. Oké. Deksel is wel niet goed dicht, zeg ik erbij. Ik kan niks zien, maar ik maak me even goed dicht. Dan mensen zeggen, aha, dat is de truc, dat deksel. Is hij helemaal dicht nu? Ja, helemaal dicht. Okay. Oh, dat is easy. Dat is heel easy. Easy? Ja. Ik wil mijn hand erboven houden. Je kan niks zien, hè? Ik wil niet aanraken. Kijk maar rustig. Nee, iedereen is het niet gezien. Kom maar even dit te doen. Oeh. Die heeft een beetje lang in de zon gelegen. Een beetje aangebrand. Nee, dit is de zwarte. Ja, zwarte. Dat is goed. En zo kan hetzelfde met de grijze mummie. Ja, het is zeer eenvoudig. Ja. Als je het helemaal weet. En je toeschouwers echt, die kunnen zoeken wat ze willen. Gaan of moet iemand een goochelaar hebben die dat ding ook heeft, die gaat dan zeggen, zo werkt het. Ja, precies. Maar ik kan me niet indenken dat je publiek dit kan vinden. Niks extra's behalve dit. Er zitten dus geen, ik noem het iets heel raars. Nee, er zitten niet overal magneten in dat je met een PK-ring, dus gewoon mijn eigen ring trouwens, kunt voelen waar het zit. Je hoeft alleen maar, je kan er gewoon dit doen en zeggen, je hebt de ring gestopt, ja, zwart. Oh, ja. Of wit. Dus je hoeft het niet. Alleen, ik maak dat magischer door te zeggen, ik voel, dat doe ik hier nu niet, maar als ik het extra doe, zou ik zeggen, oké. Okay. Theater. Ja. Dat. Maar het kan met elke klus, maakt echt niet uit wat ze kiezen. Nee, dat maakt er niet uit. Oké. Okay. Goeie. Leuk, leuke truc. Wat kost dit wonder? €12,50. Nou, dat is niet voor te laten. Best te doen, hè? Leuk, leuke truc. Helemaal compleet. Tof. Nederlandse instructies erbij, Engelse instructies erbij. Alles wat je nodig hebt, krijg je erbij. Alright. Oké, ik spreek even dat ik mijn... Wat pakken we vervolgens? Maakt mij niet uit. Ik heb nog spullen, jij hebt nog spullen. We waren wel lekker bezig met het lijstje, moet ik zeggen. Ja, dat vind ik ook. Lijstje aanhouden. Oké, laat ik dit even pakken. Het maakt mij niet heel veel uit eigenlijk. Ik weet wel wat we doen. Stel voor, je neemt twee bankbiljetten. €5, €10. En je legt die
op elkaar. Zo zeg maar, op elkaar. Nou is het, let op, dus heel visueel. Mijn hand is verder leeg. Stel voor, je neemt de 0 van de 10 euro. En je wrijft erover, zo. Dan kun je de 0 er soort van afwrijven. Nou, dat is op zich wel heel bijzonder, zie. Wat grappig is, als je nu verder wrijft, dan wrijf je hem hier ook nog een soort van op. Dus dat betekent eigenlijk dat je de 0 verplaatst van dit biljet, zie, naar dit biljet. Feel free to check. Zit er ook echt op, ja. Dit is de truc No Print van Michael Chatelet. Zeer visueel. Ja, stop in je portemonnee en je hebt een goede truc. Ja, de trucje doen. Of als je mensen zeggen, hey, tv wil je visueels doen, doe dit. Want ja, mensen kunnen echt daarna het gewoon voelen. En het is hier echt glad, zeg maar. Er is niks afgescheurd of zo. Nee. En hier zit hij echt bij. No Print. Leuke truc. En je krijgt genoeg materiaal om, stel dat het versleten wordt, om wat meer gimmicks te maken. Ja, want je moet wel even aan de knutsel, hè? Je moet even de knutsel. En waarom is dat? Omdat je echte biljetten gebruikt. En de truc is voor wereldwijd gebruik. Dat betekent dat als je de met dollars zou willen doen, krijg je ook met dezelfde set, krijg je ook daar de spullen voor. En dit is niet schokkend. Ik zou zeggen, zorg dat je rubber cement in huis hebt, dan heb je eigenlijk al genoeg. Ja. En het maken is zo gebeurd, heel snel gedaan. In principe eenmalig, maar omdat je echte biljetten gebruikt en ze die niet meeleveren, dat is het hele ding, moet je het even zelf maken. Maar het is nogmaals niet moeilijk, everybody can do it. Nee, mag een trucje, leuk trucje. Ja. No Print van Michael Chatelain was dat. 29,95. Ja. Mooi. Je had het net over, of ik niet had. Ja. Ik heb hier een nieuw uitgebrachte versie. Er is al een soort zonder magneten en deze is met magneten. Ja. Daar is die. Daar eens. Ja, dat is toch ook leuk om op je bureau neer te zetten thuis of in je verzamelkast. Want eigenlijk wat je hier ziet is onmogelijk. Je hebt een bovenkant en een onderkant en die zweven. Mensen zeggen altijd, ja, het komt door de touwtjes, maar dit zijn vislijntjes. Kijk. Dus dat kan het niet zijn. De vestdraadjes houden dat omhoog. Ja. Hoe? Ja, het is echt heel, heel leuk gemaakt. Hoe? Vind ik. Briljant gemaakt. Je hebt de andere versie, hebben wij die nog? Ja, we ook. Dat was met heb je kettingjes. En dan zit hier in het midden ook een kettingje nog. Ja, klopt. En hier heb je geen, ik had het even goed laten zien. Het is volledig open. Open. Ja. Nou, het is van Retro Rocketeers. Ja, ik kan ook wel iets opleggen hier. Ja, blijf gewoon zitten. Niet heel zwaar. Je kan overigens ook een kaartspeller opleggen, maar dan moet je een kleine aanpassing doen. Zit er ook bij. Nu zit, dat heet niet voor niks, maglev, oftewel magnetisch. Er zit een magneetjes ingebouwd hier. Er zit een extra magneetje bij als je dat erop plakt, maar dan zie je het. Dat vind ik zelf zonde. Ja. Het is geen truc eigenlijk, het is meer een leuk ding. Dan wordt hij zo sterk dat je ook een kaartspel op kunt leggen of op kunt zetten. Maar daar hebben wij niet voor gekozen, maar ik daar zonde van. Hij staat bij ons bij de kassa. En elke klant die er komt, en helemaal met jonge kinderen, die lopen even langs zo. Je hebt genoeg om te zien hier. En opeens zien ze dat ding. En dan, het is gelijk even, oh, hoe kan dat nou? En ouders beginnen zich ermee te moeten. Dus als je dit thuis neerzet, is het wel gelijk een topic. Ja, want ik vind het bizarre dat je gewoon dit kunt doen, bij wijze van. Hè? Je kan het zo neerleggen en zeg je, zie die touwtjes? Ja, die touwtjes die kun je, weet ik veel, hypnotiseren. Als je die touwtjes namelijk strak trekt, zo. Je zegt, blijf. Wat zei je? Mensen. Wat? Hoe dan? Het is een leuk ding. Mooi gemaakt. Kost €42,50. Oh. Op. Ja, hypnose viel weg. Ja, 42. Leuk trucje. Maglev Tensegrity Stand. Van Retro. Retro Rocketeers. En er is nog iets heel moois onderweg van Retro Rocketeers. We hadden al verwacht gisteren, eergisteren. Ergens rondom dat deze video uitkomt, is dat ding nieuwe dingen. Hij staat op de website als pre-sale. Ik geloof dat er nog op dit moment dat we nu hier zitten nog 2 of 3 beschikbaar zijn voor de eerste levering. De volgende levering komt eind deze maand. En dan gaat het maanden duren voordat er weer spullen van Retro Rocketeers komen. Want Anthony gaat met zijn gezin emigreren. Hij woont nu in Ierland en hij komt origineel uit Australië. En ze gaan met de hele familie en de workshop en alles terug naar Australië. Dus ze maken nu nog snel wat wij nodig hebben.
En dan gaat alles containers in. En dan gaat de hele boel naar Australië. Ja. Ja, wat tof. Ik vind dat wel... Nu kan ik jaloers zijn, dit soort acties. Ja, ook naar Australië of gewoon terug naar... Nou, ik vind het heel knap dat jij gewoon met je hele gezin zegt... Jongens... Nu de knoop doorhakken, ja. Wij gaan. Wij ook. En die denken, zullen we dat doen? Ik ga gewoon... Bam, gaan. Snap ik. Goed, ja, volgens mij hebben kleinere kinderen wel. En dat scheelt ook nog iets. Moet je een beetje lef voor hebben, denk ik. Ja, beetje ik vind dat tof. Heb ik nog wat leuks, want waar ik niet zozeer... hier ben ik ook niet gaan truc doen. En hierbij kan ik het wel, maar dan moet ik wat gaan oefenen. Maar ik wilde toch even de lijn laten zien van de nieuwe producten van N2G. Ja. Die zijn met nieuwe munten uitgekomen. Ja, dat is echt serieus een soort van eindeloos verhaal. En dat is niet negatief bedoeld. Maar man, man. Ja, wat, het zijn hele mooie setjes. Alles wat die uit is professioneel speel gewoon. Ja, ja, ik moet nog een plekje draaien. Ja, ja, ja. Dit zijn, het is een greep uit de nieuwe dingen. Ja, een rainbow variant. Ja, rainbow variant heb je dus 5 munten, zeg maar, die kun je bij toeschouwer op de hand leggen. Alle kleuren. Toeschouwer maakt zelf zijn hand dicht. En jij plukt 1 munt. Niks uit de hand, bijvoorbeeld de rode munt. En toeschouwer maakt zijn hand open en de rode munt is weg. Alles mag gecheckt worden. Dat is bijvoorbeeld rainbow, weet je het. Tof. Dit is en 9 is waar je het... gat uit de munt haalt. Overal zijn video's van. We kunnen niet als dat zien. Het is echt. Je moet echt moet oefenen. Moet oefenen. En het is ja. Nummer 8 en 9 die werken ook. Ja, dit gaat je verplaatsen. Dit gaat je verplaatsen van de midden naar de zijkant en dan vervolgens heb je echt een munt zonder gat nog. Als je holy chip al in huis hebt. Ja, van onze eigen lijn is dit 2.0. Deze briljant vind ik heel leuk gemaakt. Dan heb je CSTC en dat is eigenlijk. Nou, ik zal uitleggen waarom. Want hij gebruikt heel veel afkortingen. Dit is versie 1. CSTC is eigenlijk Chinese Super Triple Coin. En de mensen zitten ook verdomd goed ingepakt. Ja, die zitten goed. Ik heb ze net nog even ingedrukt. Ik heb ze goed naar beneden. Dat laat ik mooi zitten. Maar eigenlijk is dit, ja, Super Triple Coin zijn dus 3 munten op elkaar, magnetisch. Als je eigenlijk dat Vegas Dream Vegas kent, Dream. Precies. Nou, en dit is de versie waarbij je alles Chinees is. En blijft Chinees. Zwart ook allemaal. Yeah. We hebben ook versie 2, zal je zien. Die heeft zwarte munten, maar die verkleuren ook nog naar rood. Dus heb je zwarte en rode muntenverkleuringen. En dan heb je ook een versie 3. En dan verkleuren ze in zwarte, rode en groene munten. Dan heb je 3 kleuren. Tof. Dus 2 zijn voor 2 kleuren, 3 voor 3 kleuren. Yeah. En wij hebben ervoor gekozen, want ze produceren dit in halve dollar versie. Dat wil zeggen iets kleiner. Volgens mij is het 2,8 centimeter. Een dollar versie. Dat is 3,4 centimeter ongeveer. Wij hebben ervoor gekozen om alles enkel in de grote uitvoering te kiezen. Waarom? Dan heb je ook altijd allemaal dezelfde munten. Je kan ze met elkaar mixen. Combineren, ja. Ja. Ja, dit is wel professioneel speel, moet ik zeggen. Hoor. Allemaal. Dit is wel heel mooi. Ja, en dan hebben we hier nog niet bij zitten de ECC. En dat is dan eigenlijk de Explosion Chinese Coin. Ja, ja, er zijn 4 munten die verspringen steeds van plek. En op het eind eindig je met 16 munten. Helemaal ook nog in 2 kleuren. Ja. Maar echt, als je kan zoeken op... En dat is ook belangrijk, kun je ook merken intikken. Als je daar N2G, N2G intikt, krijg je alles te zien wat we hebben ervan. Maar dit is wel een hele toffe lijn. En als je muntgoochelaar bent, ik vind muntgoochelen vind ik oprecht een van de moeilijkste onderdelen van het goochelen. Ja. Maar deze munten zijn zo goed gemaakt dat je letterlijk, ja, je krijgt eigenlijk gewoon alles wat je nodig hebt. En de rest zit in je eigen handen, want dit gaat de leven mee. Ja, ja. Dus ik vind het heel tof, heel tof gemaakt, ook kwalitatief. Topspul. Ja, en even een klein tip tussendoor. We zitten in een tijd dat alles duurder wordt. Ook voor ons. De dollar, laatste half jaar, bijna 20% gestegen bijvoorbeeld. Transportkosten, alles stijgt. Als je nou dure dingen ziet, die wij verkopen. Of voor gewone dingen, maar ook duurdere dingen waarvan je twijfelt. Of van, ik ga ze een keer kopen, maar niet nu. Hou er rekening mee. Wordt duurder binnenkort. Alles wat nieuw binnenkomt, wordt gewoon, moeten we volgens de nieuwe prijzen hanteren. Dus het kan echt zijn dat dingen van 100 euro... 120, 125 euro gaan kosten. Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan, omdat gewoon wij betalen gewoon veel meer. De kosten. Ja, ja. De dollar is gelijk aan de euro. Ja, en als jij vroeger iets kocht voor 1 dollar, betaal je eigenlijk 80 eurocent. Maar als nu zit dat dus al per euro 20 cent duurder. Ja, als je soms zelfs 1,5 euro al. Dus dat is echt gewoon veel te veel. Om dezelfde prijs te houden, laat ik zo zeggen. Ja, precies, kan niet. Dat trekken we ook niet. We doen gratis verzender erbij. Zelfs dat staat onder druk, dat ook naar het buitenland. Want ja, het is allemaal gewoon heel lastig momenteel. Dus enkel als tip, niet om jou te pushen tot aankopen, maar dingen kunnen duurder gaan worden. Ben er niet verbaasd over als je straks je knoop voor jezelf doorhakt en dan kijkt dat
truc die nu 100 euro kost, straks 125 euro kost. Dan is dat echt zo. Ja. Vinden we ook niet fijn. Maar inflatie. Ja. Helaas. N2G. N2G. Aanrader. Ja. Aanraders. Check alles op de website dynamomagicshop.com. En nogmaals, je kan op leverancier zoeken. Dus als je N2G intikt, enter, dan krijg je al deze dingen te zien. En ze gaan het best wel hard, moet ik zeggen. Ja. Als ik zeg, best wel veel. Hoeveel dingen, ik weet niet hoeveel er volgens mij wel 15 trucs van die hele N2G en allemaal munten dingen. Ja. Maar, gisteren hebben we een doos ontvangen van N2G. En daar zitten twee dingen. Er zijn, ja, nou één is wel half munten ding en één niet. Die gaan de komende dagen online komen. Twee exclusieve dingen. Dus leuk. Check even de site. Misschien staat er al op als je deze video ziet, misschien nog niet. Want als wij iets exclusief krijgen vaak, zijn er nog geen video's, foto's, helemaal niks. Dat betekent het is geproduceerd. Wij krijgen het alvast, maar het moet nog op de markt komen. Ja. Dus dat hangt er vanaf of wij dan ook nog dingen moeten gaan uitvinden, fabriceren. Onderzoeken. Om het te kunnen plaatsen op de website. Houd het in de gaten. Dan tijd voor een klassieker. Kijk. En wel de U3CM, oftewel de Ultimate Tree Card Monte van Michael Skinner. Terug in de handel, laten we zo noemen. Terug van weg geweest. Ja, hij was altijd met een boekje. Weet ik hoeveel pagina's. En nu zie je met een online instructievideo. Ook al zo fijn. En wat ontvang je? Je ontvangt de kaarten. Je hebt de keuze uit ja, blauwe ruggen of rode ruggen. Dit is aan de blauwe uitvoering toevallig. En we werken met een klaveren aas. Sorry, met een klaveren 3, een harte aas en een klaveren 2. Okay. En de bedoeling is om de harte aas, daarom is je ook rood makkelijk te volgen. Goed. Maar we maken het niet te makkelijk, want wij schudden de kaarten eerst door elkaar, zodat we niet meer weten wat waar zit. En dan doen we het volgende. We hebben hier een harte aas. Ja? Yes. Fair, hè? Oké, okay, ja. Harte aas. We hebben een klaveren 3. Mm-hmm. Ja? En een klaveren 2. Oké. Okay. Waar ligt volgens jou de aas? Dat is moeilijk, hè? Hoppa. Jij gaat vandaar. Ik zeg erbij, hint, meestal kiezen mensen het midden. Maar jij kiest voor? Ja, hier. Je legt hem daar neer. Ik kies voor deze. Okay. Dat is jammer. Dit is de klaver 3. De aas ligt namelijk in het midden. Zie? Maar ik maak het even anders. Ik zal ze even door elkaar schudden. Zo. Oké. Okay. Doe het nog een keer. Ja, daar komt hij. Oké, okay, ik zal heel eerlijk. Aas. Ja. Hebben. 3. 3. Ja. 2. Ja. Waar ligt de aas? Ja. Oh, nee, dat was flauw. Waar ligt de aas? Hij ligt meestal in het midden. Sorry? Hier. Ik zeg hint, hij ligt meestal in het midden. Maar jij zegt hier. Ja. Nee, want deze kant, heb ik straks laten zien, ligt meestal de 3. Omdat de aas namelijk in het midden ligt. Dus doe het één keer en dan stoppen. Goed. Oké. Okay. Kost me wel als ik had gewet. Als ik we doen het even anders. We halen er eentje weg. We halen de 3 eruit. Die leggen we opzij. Doe het even niet mee. We doen alleen met de harde aas. Ja. En met de 2. En de 2, heel goed. Waar ligt de harde aas? Ja, als ik jouw advies moet volgen, ligt dit in het midden, maar ik heb geen midden meer. Dus deze. Dit is de... Nee, die heb je net weggelegd. Klaver 3. Dat kan nooit. Dit is de klaver 2, want de aas die ligt nou hier. Jongen. En dat is de Ultimate Tree Card Monty. We hebben ook onze eigen Tree Card Monty, eigenlijk hetzelfde idee, maar dan onze eigen kaarten. Superleuk ding. Leuk. Gemakkelijk. Je doet telkens dezelfde handeling. Alleen ja. Neerleggen kun je zelf bepalen. Maar in principe, het is ja. Steeds hetzelfde. Gaat maar door. Ultimate Tree Card Monty 11,95. De prijs is niet veranderd sinds het de vorige uitvoering was eigenlijk. En met een uitgebreide instructievideo. Dus ja, een van mijn favorieten. En ook zo eentje. Makkelijk mee te nemen. Set je van 3 kaarten. Ja. En ook hierbij kun je weer een leuk verhaal verzinnen. Met inzetten. Ja. Aanradertje, als je het bijdraagt. Maar dat is ook niet voor niks, die verkopen echt al. Dit was artikel nummer, weet ik veel. Vrij laag. 0400, ja, 0600 denk ik. Dus, nou ja, we zitten inmiddels op 6025. Dus dat zegt hoe lang geleden dat we die al verkochten. En, nee, 6000. Oh ja, zo zijn we. Nee. Ja. Dat was de 3 card monte. Ik heb nog wat meegenomen en dat is ook weer een variatie op een klassiek effect. Maar in een hele toffe, stoere uitvoering. Nou, een mooi rood zakje. Hebben we nu niet nodig, maar die gebruik ik ter vervoer. Ik heb een mooie rozenkwarts bij me. Een mooie soort edelsteen. En 3 gouden messing. Potjes met een mooi edelsteen ingelegd. En nou weet jij, René, natuurlijk, ik ben nogal een gevoelige jongen. Klopt. Ja. En samen met deze edelsteen
Kan ik de potjes aanvoelen? Niet. Ja, kan ik. Stel je eens voor, ik heb hier mijn ring. Gewoon echt een normale ring, helemaal niks mis mee. Die geef ik even aan jou. Ik draai mee om. En ik kan zo meteen vertellen in welk potje de ring zit. Oké. Okay. Dat kan ik vertellen. Oké, okay, dat roze, kan ik wel testen, dat kan testen. Ik draai me om. Ja. René, zou je eerst eens even gewoon de potjes door elkaar willen husselen en nog even laten staan? Hussel gewoon even de potjes door elkaar, zodat ik niet meer weet waar welk potje staat. Ja. Heb je dat gedaan? Ja. Ik wil je nu vragen even je ogen te sluiten en aan een kleur te denken. En pak dan die kleurpot op die jij in gedachten hebt. Heb je dat? Ja, heb ik eentje. Wil je hem even bovenop je hand zetten, zo? Ja. Ja, heel goed. Zou je voor mij nu het dekseltje eraf willen halen? Zeker. Ik wil even zeggen als je dat gedaan hebt. Ja. Oké, okay, top. Zou je nu de ring in het potje willen plaatsen? Ja. En het dekseltje er weer opdoen? Ja. Klaar. Top. Je mag hem nu weer neerzetten. Dan mag je nogmaals even de potjes door elkaar heen husselen. Ja. Okay. Wil jij nu bevestigen dat, dat ik niks meer kan zien? Nou, als jij dit kan zien, dan is er iets wat ik niet zie. Kijk. Want er is niks te zien. En nu komt het mooie. De roze kwarts die mij de gevoeligheid geeft. Wat het mooie is, ik ga nu... Ik hoef niet aan de potjes te komen. Ik hou de roze kwarts boven de potjes. En ik voel... Waar de ring zit. Je hebt ze allemaal aangeraakt, dus in principe... Ja, ik heb ze door elkaar gezot, dus ik heb ze allemaal aangeraakt. Oké, okay. Ik ben de laatste aan. Ik vind het lastig, hè? Ik twijfel een beetje tussen die en die. Ik ga niks zeggen als je niet vindt. Ja, ik denk dat ik het weet. René, mijn ring zit in het roze potje. Je mag hem openmaken en even laten zien dat hij in het roze potje zit. Hoe is het mogelijk? Ja, mooi hoor. Mooi. Dit is een uitvoering van de... Sorcerer's Stone. Sorcerer's Stone, ja, leuk, heel mooi gemaakt. Het is een oud principe, want ik ken hem al best wel lang. Ja. Het principe, alleen ik heb er een... Ik wil niet zeggen een lelijkere uitvoering, maar ik heb een minder mooie uitvoering dan deze. Ja, in principe is dit van een Viking Magic Collector's Workshop. En vroeger verkocht ze een uitvoering Sorcerer's Stone, dit dus, met twee doosjes. Ja. Rood en groen diamantje erop. Nou, Viking is een van de meest gekopieerde firma's op het gebied van goochelaars. Dus er was een firma, Magic Makers, die bracht een firma uit. Daar zit ook een groen en een blauwe, rode sticker wil ik niet zeggen. Maar er zit iets anders, een bolletje zit erop. Mm-hmm. Dat is een kopie. De hele tijd is Viking gestopt met de productie hiervan. Ik denk omdat het zoveel gekopieerd werd. En onlangs kwamen ze met weer drie doosjes. Dat dacht ik, huh? Drie doosjes? Hoe dan? Ja, want het is niet... Ik ben heel nu, maar ik wist hoe het werkt. Maar hoe ga je met drie doen? Dus we hebben die besteld. Fantastisch. Ja. Je hoeft trouwens niet per se drie te gebruiken. Je kunt de klassieke uitvoering gebruiken. Deze hoef je ook niet te gebruiken. Nee. Je kan gewoon, terwijl je zelfs met de rug naar de mensen staat. En mensen hebben alles erin gestopt. Zonder te kijken, ze kunnen het afdekken. Ze doen het meestal laat ik naar afdekken. Kun je gewoon dan zeggen... Dat doosje. Ja, je kan er iets komisch van maken, hè? Dat je met de rug er naartoe staat. Oké, wil je het doosje even openmaken? Ja, het doosje erop maken. Wil je dan die ring erin stoppen en als je het dicht doet? Weet je wat, haal toch maar uit die blauwe en stop hem ergens anders in. Ja, ja. Dan heb je al een leuke grap gemaakt. Kan allemaal. Je weet eigenlijk vrij vlot waar het in zit. Waar die in zit. En je maar, hebt alleen dit? Ja. Geen afstandsbediening, gekke dingen, magneetjes toe. Nee, je moet het met jezelf doen. En dat betekent dat je wel zintuigen nodig hebt, maar niet je ogen. Nee, ook niet je oren. Nee, maar in principe, verbaal. Je moet de communicatie met de toestand goed zijn. Dat is belangrijk, communicatie. Hey, en ik zal even zeggen, de routine die je ook bij krijgt, je krijgt de Nederlandse instructies erbij uitgebreid. De routine die ik vroeger altijd deed op congressen, wat zijn congressen? Dat zijn goocheldagen. Van heel lang geleden. Waar vroeger mensen naartoe gingen om lezingen te zien, wedstrijden te zien en de nieuwste trucs te kopen. Zo is het in oktober bijvoorbeeld ook weer in Nederland, een eendagse versie. En in België zijn er ook een aantal. En daar deed ik het volgende. Ik zei tegen de mensen, heeft er iemand een bankbiljet? Nou, iemand gaf mij 10 gulden. Het was toch gulden? 10 gulden. Propje, ik draai hem om. Ik zeg, ik gooi hem over mijn schouder. Degene die hem vangt, mag met mij de truc doen. Oké, ik gooi het over mijn schouder. Iemand ving dat ding. Oké, nou.
Hou vast, biljet. Ik heb hier twee doosjes, want daar heb ik nog geen drie. Ik draai me om. Ik zeg, open even de doosjes. Stoppen bankbiljet erin. Sluiten, hup, husselen, weet ik veel, allemaal, klaar. En dan draai ik me terug om. Ik heb mijn hand boven de doosjes en dan zei ik... Ah, duidelijk. 38764. En de toeschouwers keken me aan, zoals wij het hier zeggen, als een botsauto. 38764, wat is dat voor onzin? Oh, wacht even. Schrijf even op. 38764. Ah, 296317. Ik noem maar iets raars. En zei ik, ah, en het bankbiljet zit in het gele doosje. Mensen maken het open. Kom, bankbiljet uit. Ik zeg, maar wacht even. Wat nou als die code van het bankbiljet match, en dan match je de code van het bankbiljet, serienummer, matcht je met wat ik opgeschreven had. En je had zogenaamd dat tientje geleend. Dat is geleend. Ja. 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 En dat, die routine zit er ook helemaal bij. Ja. Dat vind ik, en zo, ja, dat laat ik in de winkel ook laten, ook laten zien. Dat is natuurlijk heel gaaf, want dan heb je echt... Ja. De mensen denken maar, oh, wacht even, je weet waar het zit, maar je, ja. hoe kan jij het hele serienummer, weet je, hebt, je hebt de kortsluiting heb je. Ja, dan heb je een dubbele reveal. Tof. En dat kan je ook gewoon met de routine met 3 doen, trouwens. En ja. Mooi, mooi gemaakt, heel degelijk gemaakt. De prijs is niet meer geworden dan vroeger ook. En er zit tegenwoordig een nieuwe soort messing coating op, want voorheen was het echt messing. En dan kreeg je heel snel, dat ze wat mat waren, heel veel vieze vingerafdrukken erop. En ze zeggen dat dit een makkelijk te onderhouden coating is, glimmende coating, die... Ja, dat het niet zo snel mat wordt en zwart, zeg maar, van, je, van het vet van je, mooi hoor, je vingers. Heel mooi. Quanta Costa. Tegen de 70 euro. 79 euro. 79 euro. Voor een schitterend gemaakt, je kan zo je verzameling in. Ja, echt. Absoluut. Dat is echt. Heb je een verzamelkast, zet het erbij. Zet erin. En dan heb ik hier een wit doosje. Wit doosje. En de vraag is, wat zit er in een wit doosje? Nou, ja. Je raadt het al. Witte kaarten. Witte kaarten. Ja. Oftewel, onbedrukte kaarten verkopen wij dus ook. Kun je allerlei dingen mee doen. Ja. Blanco, zo kun je bijvoorbeeld als schoolgedaar zijn. Je kan het tekenen, maar als je schoolgedaar bijvoorbeeld denkt aan de kaart. Schop 8. Had ik klaar kunnen zijn. Schop 8. Dan maak jij je eigen schop 8. Is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat wordt er gewoon gelijk opgeprint. Bam. Ja, ja, en als ik stop en denk ik wist bij mijn geheugen. Ik kan toch niet veel in mijn geheugen. Zo mooi dat hij meteen eruit is. Nou, is hij ook wel weg, zeg maar. Mogen. Of je pakt een schop 3, kan ook. Die is minder dan schop 8. Schop 3. En je hebt een schop 3. Mooi. Kan allemaal, dat is eigenlijk het idee. Wat tof. Ja, dat is eigenlijk het idee van... Je blijft nu dus denken aan de schop 3. Hoe? Nu blijf ik inderdaad denken aan de schop 3. Je kan nu ook, overigens hebben we nu ook een compleet spelkaart. Dat was nog mooier, als je de compleet spelkaart hebt. Tof, toch? Sterker nog, jij mag... aan een kaart denken. Nee, stop. Je mag even stop zeggen. Oh, stop zeggen. Ja. Mag jij stop zeggen? Ik zeg een keer. Stop. Oké. Okay. Remember de kaart? Ja. Ja. Ik kijk niet dadelijk aan, maar die staat er voor me. Ja, heb je? Zeker. Oké. Okay. Wij hebben het. Ik zou zeggen ruiter 3. Goed. Klopt, ruiter 3? Okay. Perfect. Ja. Dat is een mooie. Als je nou dit doet, dan worden alle kaarten weer wit behalve jou. Ruiter 3. Heb ik net aan gedaan. Hoe dan? En stel nou, als je witte kaart pakt en je ruiter 3 pakt, wordt zelfs jouw ruiter 3 ook weer helemaal wit. Nou, en dus, heel mooi. Wit. Nou, heel tof spel. Nou, ik moet even bijzeggen, hè, want het is echt een beetje een bluff presentatie, want dit is goed gebluft. Niet geoefend. Ja, niet geoefend, nee. Je kent het echt. Je ziet misschien het niet soepel gaat. Nee. We wilden hem laten zien. We hebben allemaal vakantie gehad hier, dus er zijn allemaal dingen binnengekomen. En als we in de vakantie werken, we vaak alleen. Afhankelijk van de dag heb je dan niet die dat je uit. Zegt, nee. Wat zal ik nou eens gaan oefenen, gaan doen? Meestal is het toch wel, heb je ook genoeg te doen. Maar voor een bluffpresentatie was hij goed, want weet je, ja, maar dat kan mooi qua tekst, want in principe, ik zei nog begrepen, oh ja, de kaarten zijn weer bedrukt. Dat moet je eigenlijk zeggen, let op, en ik neem mijn vingers en nu is het hele spel bedrukt. Ja, dat was iets mooier. Ja. Maar dat was niet zo. Maar dit is de basis. Het is eigenlijk een, ja, laten we het noemen, een kruising tussen Mental Photography Deck en de Kids Cards. Jij zei ook al toen meteen denken aan Kids Cards. Mental Photography Deck, een van de meest verkochte decks. Artikel nummer 0077. Als je Mental Photography lastig vindt om in te tikken. Dus een wit spel wat druk wordt, dan zeg ik dit. Kids Cards had een door kinderen ontworpen spel wat een normaal spel heeft. Tekendingetjes erop. En daar zaten ook nog allemaal markeringen op. Ja. Simpel gezegd, nou zit hier ook allemaal in. Ook. En hier. Ja, ik vind de variatie die Greg hiermee heeft gemaakt, vind ik heel leuk. Met Imagine, denk over een kaart na, die verschijnt in het spel. Ik vind het wel een toffe variatie. Ja, dit is Imagine. Imagine, by Peter en Harry Nardi. Nou ja, vader en zoon. Dus ze hebben een
Mooie set. Quanta Costa, 34,95. Ook goed, exclusief bij Diamond. Voorlopig. Voor weinig. Toch? Ja, en dan zijn we eigenlijk door een heleboel heen. Ik heb ook niks meer. Nee. Dat was het wel. Nog een tip. Live lezingen. Mensen vroegen te lang. En meneer komt weer een lezing. 13 september hebben wij weer de eerste lezing. Woehoe! Van de uit Canada afkomstige Patrick Cuffs. Dan zeg je misschien heb je nooit van gehoord. Dat kan. Hij is ook gespecialiseerd in mentalisme, stand-up, magic. Hij kan ook metaalbuiging, dat soort dingen. Gaat hij in de lezing echt nog niet doen. Het is een zeer goede lezing. Leuk. En als je nooit een lezing hebt bezocht en je hebt tijd die dag, kom er naartoe. Want het is zo superleuk om een live lezing te ervaren. Ja. Je ziet trucs, alles wordt uitgelegd. Vaak als je dingen zelf bedacht hebt en geproduceerd hebt, kun je het ook kopen voor een hele goede prijs. Omdat het gewoon van de maker rechtstreeks is, dan krijg je nooit meer die prijs. En je hebt de interactie met zowel de lezinggever als de mensen om je heen. Je legt leuke contacten vaak na de lezing. Netwerken. Blijf dan even iedereen hangen, want het is in de kroegje dichtbij. De winkel is niet meer te doen hier qua ruimte. Dus dan gaat het bij iedereen elkaar nog. Dus als je dat leuk vindt, dan met een drankje wil afsluiten. Ja, het is ook veel closer bij stand-up. Ja, hè? Dus een beetje echt voor iedereen wat deels. Ook dat. Dus behalve het inhoud van de lezing is gewoon eens leuk om een lezing te ervaren. Ja. 13 september, het is een dinsdagavond. Ben je welkom. Kaarten zijn te reserveren via de website. Je hebt helemaal onderaan de pagina heb je een linkje waarop staat lezing bij Dynamic Magic Shop. Maar je kan ook in de categorieën zoeken lezingkaartjes. Of je tikt in lezing bij zoeken of Patrick Cuffs. Dan vind je het ook overal. Ja. En als dat allemaal niet lukt, dan kun je ze nog bellen. Of je stuurt een e-mail. Of een Facebook bericht. Maar allemaal. Dat komt allemaal goed. Ja. Leuk, 13 september. Dat was hem, hè, denk ik. Dat was hem. Nou, ik denk wel dat het genoeg was ook niet. We zijn er weer, denk ik wel, drie kwartier onderweg al, denk ik. Leuk. Zeker, zeker. Leuk, leuk. Nou. Tot een, geen idee wanneer, volgende keer. Volgende keer, op 140. Mensen, toedeloe. Hoi.